Ja, bij ons in de studio is onze volgende gast aangeschoven, wethouder Peter Zalde. Goedemorgen. En wij gaan het hebben over de twee molens die wij in onze gemeente hebben. Ja. Welke twee molens zijn dat? Dat is de watermolen in Eilsen en de standaardmolen in Wermend. Ja, de watermolen is van 1500, dat is ook echt een 1550 dag zelfs. Een monumentaal pand en best wel gek cultuur dus. En de standaardmolen die is in 1803, zijn ze die begonnen met boeren, in 1805 is die klaargekomen, dus iets van 1805. Dus ja. Ook behoorlijk blijft die dan. Een flinke oude molen. Die molen in Wermend, die Zuse Stoon, die ja. Weet denk ik iedereen wel hoe die is. In Eilsen zit die molen een beetje verstopt. Hoe kennen jullie die precies vingen als ze die zouden willen zien? In Eilsen vinden ze die in ons prachtige park, bij het Kusteel. Daar is die ook, donderdag is die dan open en kan ze zien wie de watermolen werkt. En in Stein, ja, de standaardmolen is inderdaad duidelijk zichtbaar, dat klopt. En wat wordt gedaan in die molens? Zijn die nog echt in gebruik op dit moment? Of? Ja, de molens waren... Om een molen echt up-to-date te houden, om ze aan de gang te houden. Als ze niet gebruikt, raakt die binnen de kostkeren in verval. Dus we moeten die molens regelmatig laten draaien. En daarvoor hebben we dan een club vrijwilligers. En die houden in eerste instantie dat teampje, dat werkt perfect. Alleen in Wermend zitten we met een probleem. Dat we onlangs afscheid genomen van Albert van Ees. De kost, gezien zijn leeftijd, dat neem je met pijn in het hart, moet ik zeggen, het neem je door. Want het is niet even maar een molen laten draaien. De heeft vanavond 2000 heeft hij daar die molen gedraaid gehad en moet nu helaas, nogmaals met pijn in het hart, het moeten stoppen. En zijn we daar op zoek naar een nieuw team van vrijwilligers om die molen regelmatig te laten draaien. Dus. En ja, nou, nu lijkt me dat wel leuk. Kan ik dan gewoon daarheen komen en vrijwilliger werken of zou het meer voor nodig? Dat zou zeer leuk zijn. Hè. We zijn er altijd op zoek. Hebben zich onder andere 14 gasten hebben zich al aangemeld, 14 personen. Maar de wordt niet zwammer meulen. Er zit toch rekenen op een cursus van 1,5 jaar. En 150 draaiuren moest ze minimaal gewaakt hebben. Wil ze dat diploma molenaar kunnen halen. Het is best wel een pittige cursus. Want je moest niet alleen voor de meulen van alles weten, maar ook van de windrichtingen en van de graansoorten en. Er komt heel veel bekijken. Het is niet zomaar even. Het is niet zo van ik ga maak die wieken los en het begint te draaien. We hebben afscheid genomen van de vorige meulen. Ja. Het duurt ongeveer een jaar voor een nu hebben. Wie gaat dat dan nu in de tussentijd? Dus degene wat de cursus gaat volgen, wat ongeveer jaar duurt, mocht hij wel dan nu al beginnen? Ja, dat wil onder begeleiding van de Stichting Vrijwillige Molenaars. Doen die dan wel door al draaiuren maken. En er komen ook andere molenaars van Bijk of zo, die komen ook hier dan eens een keer draaien. En dan geeft als een opleiding gisteren met draaien, want er moest 150 draaijuren maken. Nou, als we dus 14 mensen hebben aangemeld, laat er een team van 5 man doen staan, ja, dan hebben we al genoeg mensen om door die molen te kunnen laten draaien. Maar ja, nogmaals, we zijn altijd op zoek naar actieve en gepassioneerde vrijwilligers die wat daar aan met willen werken. En donderdag kent ze bij die molen, bij de standaardmolen, kent ze zich daarna opgeven en kent ze zich daarna eens kijken wat het nu precies allemaal inhoudt. Er is ook een ambtelijk daar, Emes, die zich dan daar ook alle uitleg nog over geeft. Dus. Ja, nou, we gaan even luisteren naar de muziek en dan nog even vertellen over wat er donderdag dan allemaal gaat gebeuren. Ja. We zijn in de studio nog steeds wethouder Peter Zalde. We hebben het over de molen in Wermend die op zoek is naar een molenaar. En daarom wordt er komende donderdag een actieve open molendag gehouden. Wat is een actieve open molendag? Nou, onder een actieve open molendag moet je eigenlijk voorstellen dat we de molen open houden. Dat iedereen daar kan komen kijken. En dat we ook een aantal zaken door hebben voor de jeugd. Activiteiten voor de jeugd. Een tekening, een quiz voor de jeugd. Voor de opgeschotte jeugd. Een YouTube filmpje maken. Daar hangen overal priestjes aan vast. En verder zijn we als gemeente natuurlijk op zoek om daar toch molenaars, vrijwillige molenaars, te kunnen krijgen wat die molen straks gewoon draaien. Ja. Die gezeug meer molenaars, moeten die molenaars allemaal gediplomeerd zijn? Of? Nou, het zou natuurlijk wel het ideale pleitje zijn, allemaal gediplomeerd. Maar we hebben al een man, die is dan nu vooral 30 opgegeven en die is ook door de intake gekomen. Dus een man van Wermend trouwens, Bert Veen. Daar zijn vooral heel gooi positieve zaken in. De heeft ook al een aantal keren gedraaid aan een molen, dus in de wil dat kunnen ze ook gaan doen. Als we dan enige gediplomeerde hebben, dan zijn we al een stuk op weg. Maar als ze dan in een teamverband werkt, moet ze altijd toch met 2 mensen en dan zullen ze altijd enige gediplomeerde erbij moeten hebben. En ja, nogmaals,
een team zo prettig zijn, want het is niet niks een meulen draaien, het is helwerken zelfs. Ja, nu, beste als meulenaar, beste vrijwilliger, grappetjes over een opleiding van ongeveer een jaar. Wij gaan die opleiding betalen, moet de vrijwillige molenaar dat zelf doen? Deed de gemeente dat? Nou, het gaat vanuit de Vrijwillige Molenaarstichting. Daar wordt het eigenlijk hoofdzakelijk vanuit gesubsidieerd. Dus dat hoeft voor de nu geen struikelblok te zijn van... Nee, en dus als een gemeente best natuurlijk ook gebaat binnen een molenaar. En ja, dan zullen ze dan ook aan een bie moeten leggen. Dat, als ze daarvoor een team kiezen, nou, dat is gewoon geweldig. Oké, dus dat is geen struikelblok als je molenaar wilt werken. Dat wordt voor je geregeld. Nu heb je het... Je wilt een zangwedstrijd uit... uitschrijven, uitroepen met het liedje daar bij die molen. Ja. Wat zouden jullie daarvoor moeten doen om daar aan mee te kunnen doen? Nou, we hebben dat bedacht eigenlijk voor de get opgeschotere jeugd, de YouTube-filmpjes. Er moet een YouTube-filmpje gemaakt worden van het liedje daar bij die molen. En dat mag ingezonden worden. En daar maken we een keuze moet wij door het leukste, ja, een spectaculairste filmpje van Kiet gemaakt voor die meulen waarom toch eens op een YouTube filmpje ja, bekendheid geven. Ja. En tot wanneer kennen jullie dat doen? Wanneer... Nou, het is de bedoeling dat ze toch zo snel mogelijk inzenden. We hebben nog geen sluitingsdatum. We zullen dat wel op de website dan gewoon zetten wanneer de sluitingsdatum is, dat de mensen er meer van. Het is niet zo dat het een dag zelf ingezonden moet worden, maar Kiet er nog het heat voor. En het leukste is natuurlijk als dat filmpje dan ook bij die meulen opgenomen wordt. Dat zou natuurlijk geweldig zijn, want het is de meulen van waarom het die wat gepromoot moet worden. Ja, dan heb je gewoon nog een kleurwedstrijd voor de kleintjes. Ja, hoe kunnen de kinderen die kleurplaten vingen? Die kriegen ze bij de meulen. Daar is bij de meulen is ook een quiz voor de kleintjes. En kleurplaten liggen daar. Dat die zich ook nog even door, ja, gaat bezig kunnen houden als de oude aspirant molenaars daar even rondlopen en hun kinderen daar nog even dan aan de gang zetten. Nou, dus, er is voor iedereen get te doen de donderdag 27 december. Van wie laat tot wie laat zijn de meulens open? De meulens gaan om 11 uur open, smorgens, en om 4 uur gaan ze weer dicht. En ik kan het iedereen aanbevelen, het is gewoon een pracht om te zien wie dat daar werkt en wie dat allemaal neen zit. Ik wil één leuk ding, als de meulen draait, de standaardmeulen, want dat heb ik bij het afscheid van de heer Van Ees gewerkt, dan mocht ze geen zeeziekte hebben, want als ze dan doorin zijn, die draait ze echt zeeziek. Het beweegt echt met de bovenin. Ja, het schijnt echt wie je scheep te bewegen, de bovenin. Ja, dat klopt. Nou, dus komende donderdag van 11 tot 4, de meulen in Wermen, de standaardmolen en de slakmolen in Eelse, alles weer open. En vooral in Wermen is er... Ja, heel veel informatie voor toekomstige vrijwillige molenaars. En in Aalslo, ik hoop dat het weer niet zit, dat we niet het weer van de laatste dagen hebben. Dat is een prachtige wandeling aan het nieuwe park te toekoppelen. Daar hebben we een gerenoveerd park. En het is gewoon geweldig om door te wandelen en dan ook even naar die slakmolen te gaan. Nou, een aanrader dus. Na die dag binnen zitten om dat donderdag eens even te gaan doen. Ja. Nou, bedankt voor de uitleg, Treuver. En veel succes met het vinden van een nieuwe molenaar. Dankjewel. En ik wil alle luisteraars nog even prettige feestdagen toewensen. Dankjewel.